Het tornado-seizoen in Amerika is begonnen. Deze kunnen behoorlijk wat schade aanrichten door veel hagel, regen en tornado's met windsnelheden van soms ruim 400 km per uur. In Nederland zullen we volgens de huidige klimaatscenario's van het KNMI de komende jaren ook meer en meer te maken krijgen met extremer weer. Maar wat is dan de kans dat we in Nederland ook te maken gaan krijgen met een tornado-seizoen? Voor het ontstaan van tornado's heb je een aantal ingrediënten nodig. Warme, vochtige lucht, dus eigenlijk dat het echt heel benauwd is. En verder moet dicht bij de grond de wind uit een andere richting en met een andere snelheid waaien dan de wind op grote hoogte. Dus eigenlijk wil je op grote hoogte heel veel wind hebben en aan de grond wind uit een andere richting en wat minder sterk. En als in die hele onstabiele luchtmassa met die windverschillen een onweersbui ontstaat, kan die onweersbui gaan roteren. En die roterende beweging in een onweersbui kan uiteindelijk uitmonden in een tornado. In Nederland zien we elk jaar wel een handjevol lichte tornado's. Dus niet van die zware exemplaren zoals in Amerika, maar in de geschiedenis zijn in Nederland wel eens van dat soort zware exemplaren voorgekomen. In de vorige eeuw gemiddeld eens per 25 jaar, maar de laatste keer dat we zo'n zware tornado in Nederland hadden was op 25 juni 1967. Ondanks dat het al een poos geleden is, is de kans op een grote tornado niet zo groot. Aan de ene kant moet het natuurlijk meteorologisch ook heel erg meezitten. Want voor het ontstaan van een tornado heb je dus die ingrediënten nodig. En al die ingrediënten moeten precies op het goede moment op de juiste tijd samenvallen. En de kans dat dat gebeurt is in Nederland niet heel groot. Vandaar dat het ook zo weinig voorkomt. Maar goed, het kan maar zo zijn dat het dus weer een keer samenvalt. Het zou dit jaar kunnen zijn, volgend jaar, misschien pas over 10 jaar. Dat weten we niet. Maar dat het weer een keer samenvalt, dat gaat wel een keer gebeuren. En ook het extremere weer waar we in de toekomst mee te maken krijgen is geen garantie voor een toename van tornado's in Nederland. Het is nog heel onduidelijk of in de toekomst, dus door opwarming van de aarde, tornado's ook daadwerkelijk vaker voor gaan komen. Want we hebben natuurlijk die ingrediënten nodig, die warme vochtige lucht en het liefst ook heel sterke wind op grote hoogte. En het zou zomaar kunnen zijn dat die sterke wind op grote hoogte in de zomer vaker ontbreekt. Dus dat dan die kans op roterende onweersbuien wat kleiner wordt. Maar of dat ook daadwerkelijk zo is, dat is nog verre van zeker.